Alweer een hele tijd terug heb ik een video gemaakt over waterbesparing in huis en hoe ik dat zelf heb aangevlogen, onder andere met doorstroombegrenzers en beluchters enzovoort. En onder die video had iemand een commentaar geplaatst dat hij een drukopvoerende douchekop had gekocht. Het probleem, zei hij, is wanneer ik die doorstroombegrenzer toevoeg aan mijn douchekop, dan wordt ook de straal aangepast en met een zwakkere straal kun je bijvoorbeeld shampoo niet meer goed uitspoelen. Hij zei, en het voordeel van een drukopvoerende douchekop is dat hij wel gewoon de waterbesparing heeft aan de ene kant, maar aan de andere kant ook nog genoeg kracht in de straal heeft, zodat dat probleem niet meer speelt. Nou, hij heeft al een hele tijd achter in mijn hoofd gezeten, maar ja, druk, nog geen tijd voor gehad. Totdat recent mijn vriendin speciale douchekoppen ook voorbij zag komen op haar social media. En toen dacht ik van nou, ik zal er maar eens aandacht aan gaan besteden en er eentje aanschaffen. Nou, dit is het product wat ik heb gekocht. De douchekop met hierachter, je ziet hem al een klein beetje, de, ja, hoe zou ik het zeggen, de fan, de propeller die erin zit voor het drukopvoerende gedeelte. Ze zijn ook heel goedkoop te krijgen. Ik heb hier nog geen €15 aan uitgegeven. Komt gewoon van Bol af. Het voordeel van de douchekop is dus enerzijds dat die waterbesparend is. Er zit hieronder zit een filter in. Er zit een stopknop op, dus je kunt de straal onderbreken tijdens het douchen zonder dat je aan de kraan hoeft te komen. Je kunt hier ook aan draaien om de straal nog sterker of zwakker te zetten. De kop kan zelf helemaal draaien en hierachter zit dus die drukopvoerende propeller. Ik zal hem eerst eventjes uitpakken om te laten zien waar het over gaat. Nou, dit is de douchekop. Zoals je ziet hier hetgeen waar het water uitkomt. De stopknop en ook hier het draaiende gedeelte om de straal aan te passen. En hierachter zit de genoemde, ja, hoe zal ik hem noemen, fan, propellertje. Die dus voor het drukopvoerende gedeelte zorgt. Nou zal ik hem eventjes uit elkaar halen om eventjes te laten zien hoe het precies in elkaar zit. Nou, hier ten eerste, hier zit het genoemde filter. Dat kan eruit gehaald worden, dat kan schoongemaakt worden. Het is gemaakt, ik meen, van katoen, een katoen-plastic combinatie. Ik heb niet zo'n goed idee waar dat dit eigenlijk voor dient. Is het fijn genoeg om kalk tegen te houden? Ik weet niet wat er in het buitenland allemaal voor rommel in het leidingwater zit. Maar of dat het in Nederland echt nut heeft, weet ik niet. Maar het zit er in ieder geval in. Dat is dit. En dan hier aan deze kant hebben we de losse douchekop. En je ziet dan meteen, hier zit de ring in. Dus hij kan inderdaad ook alle kanten uitdraaien, maar ook zo. Eén ding wat ik nog even in de gauwigheid vergeten ben te tonen, is aan deze kant zit de eerste doorstroombegrenzer, zie je. Die is maar gedeeltelijk open. Dus dat is eigenlijk de eerste besparing. En hier zit de tweede doorstroombegrenzer. Ook daar zie je dat die gedeeltelijk open is en gedeeltelijk niet. Nou, die twee bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat de flow vanuit de waterleiding beperkt wordt. En dat is dus ook eigenlijk precies het doel van zo'n waterbesparende douchekop. En je ziet het hier ook, hè, de gaatjes die erin zitten. Het zijn er maar twee ringen zijn het maar. Normaal zit zo'n douchekop helemaal vol met gaatjes. Maar door dat dus niet te doen, zorg je ervoor dat de gaatjes die er zijn een hardere straal krijgen. Nou, hier het propellertje. En daar zit eigenlijk een beetje mijn pijnpunt. Want als je hier ook ziet, hè, er zit hier een klein schotje in. Dus het water wordt deze kant in gedirigeerd. Als je dan hier goed kijkt, dan zie je dat hier opstaande schotjes op die bladen zitten. Dus daar spuit dat water tegenaan, zodat dit gaat draaien. Alleen het draait dus deze kant op. En als je naar de schoepen kijkt, dan zie je dus ook dat het water naar boven wordt geforceerd. Terwijl je zou eigenlijk verwachten dat het naar hiertoe wordt geforceerd, maar het gaat naar boven. Ik ben even in mijn hoofd een beetje met fluid dynamics aan het denken. Dan zou het hier dus aan de buitenkant weer naar beneden worden geforceerd. Zoiets zal het wel zijn. Maar ik heb een beetje problemen met de term turbocharged die hier op de doos vermeld staat. Turbocharged. Want een echte turbo, zoals we die ook uit de automotive kennen, heeft altijd twee propellerbladen met een as. En die twee propellerbladen zitten op dezelfde as. En ik zal het wel eventjes laten zien. Nou, hier hebben we even een afbeelding van een echte turbocharger. Zoals we dus ook, zoals gezegd, in de automotive wereld wordt gebruikt. Of ook in de luchtvaart. Dan zie je dat daar twee schoepen zitten. Eentje links en eentje rechts. Eentje zit er in het aanzuigende kanaal. En de andere die zit in dit geval in de uitlaat. Dus de verbrandingsgassen worden daar doorheen gejaagd. Het idee is dat wanneer je bijvoorbeeld aan de uitgaande kant bij bijvoorbeeld een lagere druk wat grotere schoepen gebruikt en aan de inlaatkant juist de kanalen wat kleiner maakt, kun je op die manier meer lucht naar binnen trekken en daarmee ook de druk opvoeren, aangedreven door de uitlaatgassen. Want zoals je ziet, alle twee deze schoepen zitten op dezelfde as.
En zo wordt dit ook heel vaak toegepast, zeker in auto's. Hè, tegenwoordig, de motorinhoud wordt steeds kleiner, maar het vermogen moet gelijk blijven. Dus er zit bijna bij al die auto's zit er gewoon een turbo of een turbocharger op, die volgens dit concept werkt. Dus door de uitlaatgassen, wanneer die toenemen, wordt er ook automatisch meer lucht aangezogen, waardoor er dus een hogere compressiegraad plaatsvindt, waardoor de motor dus ook zijn vermogen kan halen, zijn extra vermogen kan halen. Wat hier verder ook nog meespeelt, is dat bij toegenomen uitlaatgassen, die as natuurlijk sneller draaien, maar zal er aan de kant van de compressor ook meer druk worden opgebouwd, omdat er meer lucht wordt aangezogen. In het geval van onze douchekop, ja, stel dat het wel degelijk een turbocharger zou zijn en hij heeft meer water nodig. Waar gaat hij dat water vandaan halen? Een douchekop is geen vragend apparaat. Hij kan niet meer water naar zich toe trekken als wat hij krijgt aangeboden vanuit de waterleiding. Zou hij toch meer gaan trekken, dan daalt de waterdruk en op een gegeven moment, ja, is er gewoon niks meer om te comprimeren. Dus dat gaat ook niet. Bij motoren werkt dat natuurlijk wel, omdat er natuurlijk een oneindige, ja, quote-quote, oneindige hoeveelheid lucht beschikbaar is, die in die motor geforceerd kan worden. Maar bij een waterleiding is dat niet. Je hebt een bepaalde waterdruk en een bepaalde waterhoeveelheid die door jouw slang heen gaat. En daar zul je het mee moeten doen. Je kunt niet met een drukopvoering daar ineens de dubbele doorstroomhoeveelheid van maken. Zo werkt het niet. Waar ik alleen hier een beetje mee in mijn maag zit, is hier zit maar één propeller in. De druk waarmee die draait wordt bepaald door de hoeveelheid waterdruk die hierdoor naar binnen spuit. Maar waar komt die extra drukopvoerende capaciteit dan vandaan? Ik heb het idee dat dit energetisch helemaal niet klopt. Want dat water spuit hier tegen zo'n opstaand randje op het schoepenblad aan. Dat ding begint te draaien. Maar dat bouwt helemaal geen druk op in mijn ogen. Want dit ding draait net zo hard als dat het water hier naar binnen spuit. Stel dat deze propeller er niet in had gezeten en het water was hier naar binnen gespoten. Nou, het kan nergens naartoe als hier eruit komen. Wat bouwt hier druk op? Ik heb het idee, maar dat ga ik straks nog even testen, dat dit hele propellertje er gewoon puur voor de show in zit. Het draait rond, maar het doet helemaal niks. Er is er namelijk maar één. Er is geen sprake van een asje waar een ander propellertje op aan zit. Het geheel wordt aangedreven door de waterdruk. Maar als deze propeller er niet in zat, was die waterdruk net zo hoog geweest. Het water kan nergens heen als naar buiten via de gaatjes in de douchekop. Dus in mijn optiek doet dit helemaal niks. En ik ga dadelijk testen en ik hoop dat ik hem netjes uit elkaar krijg. Of dat ik dit propellertje kan weghalen en daarna nogmaals gaan testen. Het zou mij niet verbazen als er op dat moment net zoveel waterdruk uitkomt en een net zo ferme straal als met dit propellertje. Nou, laten we beginnen met de douchekop die er nu op zit. Die heb ik voorzien van een doorstroombegrenzer. En ik ga er eventjes waterdruk op zetten. Dit is de douchekop en de straalrichting, de straaldruk ook. En ik zal ook eventjes erbij pakken wat het waterverbruik momenteel is. Je kunt hier duidelijk zien dat het waterverbruik om en nabij de 8 liter per minuut is. En dat was in dit geval ook nodig, zoals gezegd, voor de shampoo. De wattfactor die wilde het niet lager hebben dan dit. Dus ik ga even kijken wat de nieuwe douchekop doet. De doorstroombegrenzer zit in dit geval hier verwerkt, hier in dit aansluitstuk. Ik zal hieronder wel eventjes naar linken waar je die doorstroombegrenzers kunt kopen. Je hebt ze in twee soorten. Eentje die je aan deze kant in de slang kunt maken en eentje die je aan deze kant in de slang kunt maken. Die heeft een extra opstaand randje. Je hebt ze in verschillende doorstroomklasses. Ik zal er hieronder wel eventjes naar linken. En mocht dat interessant zijn, kun je ze daar krijgen. Ik heb de douchekop even aangesloten. Hier gewoon de ring erop gedraaid. Is gewoon half duims, dus dat is eigenlijk gewoon een standaard aansluiting. Ik heb er nu waterdruk op staan. Alleen de stopknop die staat nou ingedrukt, dus er komt niks uit. Als ik de knop hier indruk, dan zie je dat hij wel gaat sproeien. Je ziet het hier in twee ringen het water eruit komt. Dit is de zachte stand en je ziet hier wel dat het schoepje draait. Maar ja, ik heb niet echt het idee dat dit druk opvoerend werkt. Maar goed, het zit erin. En ik zal even laten zien wat nou het waterverbruik is. Zoals je ziet is het waterverbruik ongeveer 3 liter water per minuut. Alleen de grap is wanneer ik de kop rechter draai, dan zul je zien dat het waterverbruik een heel klein beetje anders wordt. Zie je, dan wordt het net even een klein beetje meer. Dus het lijkt alsof dat wanneer de kop, zoals in mijn video, gekanteld staat, dat het dan toch een heel klein beetje tegenhoudt, een klein beetje weerstand opwekt. Met deze draaiknop kan ik hem nu ook in de hoge stand zetten. Nou, zoals je ziet komt er dan een hogere druk uit. Het propellertje draait ook harder. En ik ga even laten zien wat hier het waterverbruik is. En in deze stand is het waterverbruik om en nabij de 6 liter per minuut.
kracht van de straal is wel dusdanig dat je met deze sterkte zeker geen problemen zult hebben met shampoo. Dus dat is het grote voordeel. Maar je ziet het hier, 6 liter per minuut. Hier nog even de hoge stand. Je ziet, er zit flink wat druk achter. Alleen nu is natuurlijk de vraag, is die druk hetzelfde zonder het propellertje als met? Het verwijderen van het propellertje ging heel makkelijk. Die zit gewoon met een klikbevestiging vast hier op een plastic asje. En ik ga eventjes kijken wat die nu doet. Nou, de werking. De werking lijkt identiek. Ik zal hem even op de lage stand zetten. En ik zal eventjes kijken wat hier het waterverbruik is in de lage en in de hoge stand. Nou, dit is de lage stand. Ook hier om en nabij de 3 liter per minuut. En wanneer ik hem in de hoge stand zet, ook hier om en nabij de 6 liter per minuut. Dus dat is eigenlijk hetzelfde, om en nabij hetzelfde als wat hij deed in de stand hiervoor. En als we hier gaan kijken naar de straal, nou daar zit vrijwel, zeg maar gerust, helemaal geen verschil in met of zonder propeller. Dus is dit een waterbesparende douchekop? Even uitzetten. Is dit een waterbesparende douchekop? Ja, dat is het zeker. Maar doet het propellertje iets? Nee, dat propellertje zit er alleen maar in voor de show. Het is geen drukopvoerend onderdeel. En het enige wat het doet, is dat het er voor de show in zit. Daarom is het waarschijnlijk ook transparant, zodat je het kunt zien. Maar het doet dus niks voor de druk in de douchekop en de druk van de waterstraal. Conclusie, is dit een waterbesparende douchekop? Ja, dat is het zeker. 3 liter per minuut, zeker in de laagste stand, is het een hele zuinige douchekop. En heb je het een keer harder nodig, dan draai je de knop natuurlijk hoger, zodat je een hardere straal krijgt. Maar het voordeel van zo'n knop is dat je natuurlijk niet altijd met die hoge straal zit te kijken. En dus ook het hoge waterverbruik, dat is een groot voordeel. Alleen ja, doet dit schroepje iets? Nee, dit schroepje doet helemaal niks. Dat zit er echt alleen maar voor de sier in. Verder de stopknop, heel handig. Kun je eventjes de kraan uitzetten. Dat scheelt weer waterverbruik als je het even niet nodig hebt. Zonder dat je de kraan hoeft te bedienen. Dat is zeker handig wanneer je bijvoorbeeld een mengkraan hebt. Met 2 losse knoppen nog. Die je vroeger heel veel had. Hè. Dan zou dat echt ideaal zijn. Dan hoef je de temperatuur niet opnieuw in te stellen. Eigenlijk het enige nadeel van deze douchekop is. En dat zul je ook in de reviews zien staan. Is dat ze heel erg kort meegaan. Het merendeel van de mensen zegt dat na 1 of 1,5 jaar. Deze douchekop al stuk is. Wat er dan stuk is, weet ik niet. Hebben die mensen wel in de gaten dat hier überhaupt een filter in zit? Is dat filter misschien vervuild geraakt? Als je dat reinigt, doet hij het misschien weer? Geen idee. Of dit schroepje vast gaat zitten, dat maakt dus helemaal niks uit. Dat hebben we net gezien. Zit hier misschien vervuiling in dit stuk? Ik heb net laten zien, je kunt hem helemaal uit elkaar halen met een paar simpele handelingen. Dus mocht je deze douchekop pakken, je kunt hem heel makkelijk schoonmaken, dat wel. Er staat op de doos, moet ik heel even kijken dat ik het nog gevonden kan krijgen. Staat hier ABS met stainless steel. Nou, stainless steel, dat is denk ik alleen maar dit plaatje. Want de rest is niks anders dan zilverkleurig opgespoten plastic. Dus ja, het is een hele goedkope waterbesparende douchekop. Levensduur, twijfelachtig. Mocht je hem trouwens willen zien, om nog wat meer gegevens ervan in te zien. Ik heb de link hier onder de video staan. En ik zal ook even, dat is misschien sowieso wel een hele goede, die doorstroombegrenzers laten zien. Die ik eerder in een eerdere video heb genoemd. Dat zijn deze ringetjes en de kleur die geeft aan wat de doorstroomsnelheid is in liters per minuut. En deze die klik je gewoon aan de binnenkant in de slang. En dit rubbertje wat hierin zit, bij een hogere druk zal het rubbertje uitzetten, waardoor die gaatjes gaan dichtzitten. En dus hoe hard je de kraan ook zet, er zal in dit geval nooit meer water doorheen stromen dan de hoeveelheid waar deze kleur voor staat. Ik had het net al even genoemd, maar je hebt dus ook deze doorstroombegrenzers met een opstaand stukje eraan. Deze zijn speciaal geschikt om aan de kant van de douchekop in de slang te zetten. Dat is ideaal in badkamers waar de slang van de douchekop bijvoorbeeld weggewerkt zit in het badkamermeubel. Zodat je alleen maar de kant van de slang hebt die aan de douchekop zit. Dan kun je daar dit doorstroombegrenzertje in zetten. Die zet zich vast in de slang. En de kleuren van deze corresponderen met de kleuren van deze. Dus de doorstroomwaarden van deze die zijn identiek. Ik zal er hieronder wel even naar linken. Dit kun je dus sowieso toepassen op elke bestaande douchekop. En mocht je een waterbesparende douchekop willen kopen, dan kan dit een mooie zijn. Maar je kunt ook zeggen, ik geef iets meer geld uit voor iets betere kwaliteit. Dank jullie wel.